Nieuwsbrieven kun je met veel programma's maken. Mailchimp is een van die programma's. Hiermee kun je een professionele nieuwsbrief maken. In een vorige houttoe heb ik een eerste overzicht gegeven. In deze houttoe gaan we in op de indeling en de opmaak. Ik ga verder met het maken van de nieuwsbrieven in Mailchimp op het punt waar ik in de vorige houttoe ben gebleven: het kiezen van een template. Je ziet dat er veel te kiezen valt. Bij Basic zie je diverse indelingen zonder opmaak, die kun je later aangeven. Ik laat een voorbeeld zien. Als je de muisaanwijzer boven een blok zet, zie je de mogelijkheden. Hiermee kun je eventueel het blok verplaatsen. Je kunt het blok bewerken, dupliceren of verwijderen. Aan de rechterkant zie je andere blokken die je kunt toevoegen. Deze versleep je eenvoudig naar de positie waar je het blok wilt hebben. Als je een blok hebt toegevoegd, verschijnt aan de rechterkant de editor. Hier kun je een afbeelding toevoegen door deze te selecteren, maar in de template zelf kun je ook een afbeelding toevoegen door deze vanuit de verkenner te slepen. De afbeelding is ingevoegd en de grootte is automatisch aangepast. Ik voeg tekst toe in de editor. Je ziet de wijzigingen ook direct in de template. Uiteraard kun je de tekst opmaken. En hier eventueel een link invoegen. Maak hier overigens niet al te veel gebruik van. De kans is groot dat je de nieuwsbrieflezer kwijt bent. Als je wilt linken kun je dit het beste ergens onder in de nieuwsbrief doen. Je kunt ook nummering gebruiken en/of opzommingstekens. Daarachter staan twee knoppen waarmee je tekst kunt plakken: platte tekst en vanuit Word. Vaak is rechtstreeks plakken vanwege beveiligingsinstellingen niet mogelijk. Dan verschijnt dit venster. Hier kun je de tekst inplakken met Ctrl plus V of via de rechtermuisknop. Van geselecteerde tekst kun je. Via deze knop de opmaak verwijderen. Als je code wilt zien gebruik je deze knop. Uiteraard kun je ook de hele nieuwsbrief hiermee opmaken. Ik gebruik het vaak voor het opsporen van opmaakfouten. In de tweede rij kun je een stijl kiezen, een andere lettertype of een andere puntgrootte. En de tekstkleur kun je kiezen. En hiermee kun je gedeeltes markeren. Ik laat een voorbeeld zien. Ik zou dit zelf niet in een nieuwsbrief gebruiken. Dit doe je hooguit voor jezelf als je de tekst nog eens wilt nalezen. Ik maak dit ongedaan. Je kunt een horizontale lijn invoegen om onderscheid te maken tussen de alinea's tekst die je in een blok gebruikt. Met deze knop voeg je een interne link in waarmee je verwijst naar een ander gedeelte in de nieuwsbrief. Met deze knoppen kun je de schrijfrichting aanpassen en hiermee geef je de uitleiding van een alinea aan. Hiermee controleer je de spelling en kun je handelingen ongedaan maken zoals je al gezien hebt of juist opnieuw laten uitvoeren. Een aantal knoppen heb ik nog overgeslagen, File Manager en Merge Tags. Deze kan ik niet in een paar woorden behandelen en komen dan ook in andere how terug. Nog wel even aandacht voor het tabblad Style. Hier pas je in één keer de stijl voor het hele blok aan. Bijvoorbeeld het lettertype of de kleur van de tekst. En hiermee maak je in één keer alle opmaak ongedaan. In het tabblad Settings kun je de opmaak van het blok aanpassen. Als je tevreden bent, sla je de wijzigingen op en sluit je dit blok. Tot zover deze how-to over de opmaak van je nieuwsbrief in Mailchimp. Meer in de volgende how-to.